De vesting Bourtange. Dicht bij de Duitse grens, in een prachtig Gronings landschap, ligt een vrijwel unieke bezienswaardigheid. De vesting Bourtange. Voor het ontstaan van deze vesting moeten we terug naar de 80-jarige oorlog. Om precies te zijn naar het jaar 1580. In dat jaar gaf prins Willem van Oranje opdracht tot het uitzetten van een gebastioneerde vijfhoek op een tange of zandrug. In een weg die de stad Groningen verbond met Lingen en Westfalen. Hiermee hoopte de prins een belangrijke doorgangsweg te hebben geblokkeerd, ten einde zo het door de Spanjaarden bezette Groningen tot overgave te kunnen dwingen. In 1593 wist graaf Willem Lodewijk van Nassau de vesting te voltooien. Nadat Groningen zich op 23 juli 1594 eindelijk gewonnen gaf, werd de vesting Bourtange onderdeel van de grensverdediging van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Met de opkomst van de moderne oorlogvoering werd de eertijds zo belangrijke vesting in de tweede helft van de vorige eeuw ontmanteld. Gelukkig nam de gemeente Vlagtwedde in 1964 het besluit de vesting te restaureren en reconstrueren, met daarbij als uitgangspunt de situatie van het jaar 1742, toen de vesting haar grootste omvang had bereikt. In de Batterijenstraat vinden we de uit 1842 daterende synagoge. Gebouwde officierswoning. Deze woning vormt de helft van het vroegere kapiteinslogement. Thank you.
Jung werd een filmpje gezien van de vesting Moertangen. Er waren echter nog meer van zulke verdedigingswerken. Bijvoorbeeld de Bellingwolder Schans, die in 1593 in opdracht van graaf Willem Lodewijk van Nassau werd aangelegd. In hetzelfde jaar dus waarin hij de vesting Moertangen overzoog. Uitgezet die u kunt volgen. Ook is er een museum. Thank you.
beëindigen.